We kennen ze allemaal, de filmpjes over dropshippen en over crypto's en over vastgoed. En ze zeggen allemaal maar één ding, jongens. Rijk worden is super makkelijk, gaat super snel. En before you know it ben je multimiljonair en zit je ergens op Ibiza in een dikke villa en rij je rond in een Maserati. Gelul. Wat ik heel graag kwijt wil in deze video is een aantal kanttekeningen tegen dit soort video's. Kijk, iedereen is vrij om welke video dan ook te publiceren, want ik publiceer deze ook. Maar in 9 van de 10 gevallen zijn de gasten die dit soort video's publiceren geen multimiljonair en veel minder succesvol als dat ze zeggen dat ze zijn. In 9 van de 10 gevallen is het businessmodel ook niet crypto en dropshippen en vastgoed, maar is het businessmodel cursussen verkopen aan jou in de hoop dat jij dan heel snel miljonair wordt. If it sounds too good to be true, it is too good to be true. Nogmaals, er zullen er best een paar tussen zitten. En natuurlijk zijn er succesvolle dropshippers. En natuurlijk zijn er succesvolle crypto ondernemers. En uiteraard zijn er zeer succesvolle vastgoedondernemers. Maar de echte ondernemers, die ze even los van de uitzonderingen, van die ene die misschien super makkelijk een keer een succes heeft gescoord met crypto of met dropship in de begintijd. Maar ondernemen is keihard werken, is jarenlang bouwen en is een continue business bouwen. Ondernemen is geen kwestie van even snel wat doen en binnen no time ben je superrijk. Was het maar zo'n feest. En daarnaast nog 2 kanttekeningen. 1. Vind jij crypto of dropshippen of vastgoed wel boeiend? Want leuk om heel snel rijk te worden, wat niet zo is, maar ook al zou het wel zo zijn, dan word je dus rijk met dingen doen waar je geen reet aan vindt. Dus stel dat jij het leuker vindt om, weet ik veel, te sporten, of als jij het leuker vindt om muziek te maken, dan zou ik dat gaan doen. Want dan word je echt veel gelukkiger van, ook al verdien je er geen reet mee. Dus wat dat betreft is het, er is niemand die in die video's zegt van, hey, vind jij het super tof om met crypto bezig te zijn, of vind jij het super tof om met e-commerce bezig te zijn, of vind jij vastgoed echt super boeiend, dan is dit misschien wel iets voor jou. Weet je, dus denk überhaupt ook eens na of je die onderwerpen wel leuk vindt. En dan nog, geloof in geen geval dat je zomaar even supersnel multimiljonair wordt. Want het businessmodel van die filmpjes is heel vaak een andere, namelijk die welbekende cursus. En de laatste opmerking die ik erover wil maken is, stel dan dat het lukt, hè? Lukt niet, maar stel dat het lukt. En dan? Dan ben je 25 jaar en dan heb je 20 miljoen. En dan kun je denken, joh, dan ben ik er. Nou, je wordt 100, dus dan heb je nog 75 jaar te gaan in die fucking villa van je op Ibiza in je Maserati. Ik wens je heel veel plezier. Ik kan je 1 ding vertellen. Het leven wordt pas mooi als je daar zinvolle invulling aan geeft. En of dat nou is door een mooi gezin te bouwen of een mooie vriendenclub op te bouwen of door zinvolle dingen te doen, daar zit de waarde in en daar word je gelukkig van. Er is geen mens die zal zeggen dat je van heel veel geld gelukkig wordt. En als het zo is en jij denkt het omgekeerde, wens ik je heel veel succes. Maar then we agree to disagree. Ik wens je heel veel succes met ondernemen. Als je dat tof vindt, 1. Zoek iets wat je heel goed kan. 2. Zoek iets wat je super tof vindt om te doen. En 3. Ga daar dan lekker geld mee verdienen. Daar word je een stuk gelukkiger van. En mocht je geïnspireerd zijn door deze video en denken van, hey, ik wil hier wel meer van zien. Op CVD-TV, dat is het kanaal waar je nu naar kijkt, daar vind je meer dan 1000 gesprekken met echte ondernemers over ondernemerschap. Dus mocht je dat nou boeiend vinden en je bent geïnspireerd door deze video, abonneer je dan op dit kanaal. Dat kan hieronder op het knopje te knikken en maak kennis met 1000 plus ondernemers van Nederland. Ik publiceer 2 nieuwe gesprekken per week, elke dinsdag, elke donderdag. En leer van dat soort ondernemers en laat je vooral ook inspireren door echte prachtige ondernemersverhalen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.